Hadden we vorige week Zoeterwoude te gast? Vandaag Warmond. Ja, want Warmond is een van de dorpen en uh, steden waar Jan Steen heeft gewoond. Jan Steen, de schilder uit de 17e eeuw, die vooral bekend is vanuit de uitdrukking 'Een huishouden van Jan Steen'. Een schilder die uh, um, ja, eigenlijk wel een van de Hollandse meesters was, um, die eigenlijk voor ons best wel op hetzelfde rijtje staat als Rembrandt. En um, Jan Lievens, Frans Hals um, en Jan van Gooyen waar hij uh, ook goede relaties mee had. Um, een schilder die uh, vooral bekend is vooral van de schilderijtjes met, le met levendige scènes van binnenhuis, buitenhuis. Met dronken mensen, mensen die elkaar plagen, spelen, gekkigheid. Uh, maar tegelijkertijd ook iemand die wel um, werkte in een stijl die je ja, ook bij... Vermeer ziet met een mooie inval van het licht. Uh, het hele hoge realisme wat kenmerkend is voor deze periode. Uh, dus een schilder die uh, twee kanten heeft. En mooie schilderijen die ook grappig en interessant zijn. En die in zijn eigen tijd uh, ook best wel veel betekenis hadden. Die voor ons alleen een beetje soms lastig is om te begrijpen. Omdat ja... Een paar honderd jaar later uh, weet je soms niet allemaal meer wat er bedoeld. Nou ja, in ieder geval iemand om het lang en uitgebreid over te hebben. Wat veel mensen ook doen. En uh, die hier in de buurt gewoond heeft. Volgens mij is hij in Leiden geboren. In Leiden geboren, Leiden gewoond en Leiden doodgegaan en begraven. Ja, dat laatste lijkt me dan weer uh, doodgaan en Leiden. Dat, nou ja, misschien is dat ook wel leuk. Ik heb <laughs> geen idee. Ik heb er geen ervaring mee. Um, hij uh, heeft uh, op allerhande plekken. Hier. Hij is in Utrecht voor een opleiding geweest. Hij heeft in Den Haag gewoond, hij heeft in Delft gewoond, maar hij heeft dus ook een tijd in Warmond gewoond. En um, daar zijn een aantal mensen die denken: dat is mooi. In Warmond kan je nog wat huizen zien uit de tijd, er is nog sfeer, er is zelfs een schilderij waarop je zelfs een stukje Warmond ziet. En die mensen zitten hier dan ook aan tafel om daar is ons even over te vertellen. Wat je daar allemaal kan beleven en wat hun plannen zijn om dat nog mooier te maken. Ik heb het dan natuurlijk over Arjan Heil en Hans je Dankjewel voor je komst. Welkom. Ja, ja. Uh, dank voor de uitnodiging. Ja. Jullie uh, hebben een... Uh, er gebeurt eigenlijk al van alles rond Jan Steen in, uh, in Warmond volgens mij. Zeker. Um... Ja, we hebben hele plannen met, uh, in die zin met Jan Steen. En als uh, haakje om, uh, om naar Warmond toe te komen, uh, gebruiken we Jan Steen om, uh, om mensen te verleiden. Ja, want je kan al... Wat, wat hebben jullie nu? Een, een wandeling hebben jullie? Ja, er zijn verschillende zaken. We hebben een wandeling. Uh, die wandeling kun je zelf lopen, maar dat kan je ook onder een gids doen. Uh, dit jaar zijn er uh, bijvoorbeeld uh, vanaf april, uh, elke maand is er een gidswandeling waar iedereen aan deel kan nemen. Uh, er is een kinderwandeling, uh, speciaal ge gericht op kinderen. En uh, wat opdrachtjes uh, die de kinderen dus kunnen doen. Een speurtocht, dacht ik. Zelfs. Een speurtocht, ja. ja. Heel leuk. En voor de rest uh, ja, zijn er mooie, uh, uh, is er een beeld van Jan Steen uh, te zien. Door een Leidse uh, een kunstenaar gemaakt, overigens: Jeroen ja. Spijker. Jeroen Spijker, precies. Ja. <laughs> en staat er staat een, uh, een, uh, een, een bol met allerlei verrassingen erop, een bloembol. Want er komt natuurlijk ook in de bollenstreek. Uh, ja, en zo uh, bouwen we elke keer uh, het Jan Steen-thema in Warmond uit. Ja, volgens mij kun je zelfs na jullie wandeling ook nog met de boot naar Leiden, om daar weer verder te wandelen. Um, dus van alles en nog wat. Ja, hey, en um, uh, wat ik leuk vond uh, uh, om te zien, jullie hebben mij laten zien goh, hoe werkt zo'n wandeling dan. Er zijn heel veel schilderijen die uh, eigenlijk stukjes laten zien van, waarvan je denkt, van, nou, misschien was het hier vroeger ook wel zo. En er staan volgens mij ook nog huizen die echt uit de tijd van Jan Steen zijn, bij jullie toch? Ja. Het, het geboortehuis, weten jullie ongeveer waar dat staat? Of ja, het, 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 sorry, het, geboortehuis, het, het huis waar hij gewoond heeft? Weet ja, het huis het waar hij gewoond staat? heeft, daar is altijd wat discussie over. Uh, we weten inmiddels wel zeker dat hij op die plek gewoond heeft, maar waarschijnlijk niet in dat huisje. Dus ah. een van de eerste dingen die mensen dan zeggen: hartstikke leuk, maar hij heeft er helemaal niet gewoond. En tegelijkertijd zeggen we dat is helemaal niet zo erg, want daar tegenover staat een, dat borstbeeld van Jeroen Spijker, wat je net zei. En waarschijnlijk heeft dat huisje op die plek gestaan waar nu dat borstbeeld staat. Dus. Wat dat betreft is dat, uh, is dat ook niet zo erg. Nee, en wat uh, um, ik denk, het is heel leuk om even te kijken van die wandeling. Als je er door, uh, doorheen gaat. Je komt een aantal facetten tegen van, uh, van eigenlijk hoe het was vroeger in Warmond. En eigenlijk heeft hij daar mooie plaatjes van gemaakt. Het geeft een soort kijkje terug in de geschiedenis. Um, kun je er mensen meenemen? Wat kom ik zoal tegen tijdens die wandeling? Nou, je, bent, je, je begint bij de, bij de autoren. Uh, de autoren, dat is een uh, schilderij van Jan van Gooien. Je noemde hem net al even. Dat is de schoonvader van Jan Steen. Uh, hij was getrouwd het, met uh, zijn dochter. Hij was ja. getrouwd met zijn dochter, Grietje. En uh, wat wij niet helemaal zeker weten, maar het zou zomaar kunnen dat hij zelfs door het contact uh, uh, is gaan schilderen, of omgekeerd, dat hij doordat hij gaan schilderen, is gaan schilderen uh, zijn vrouw is leren kennen. Dat soort dingen weten we nog niet precies. Uh, jij weet overigens ook heel veel, dus ik, ik uh. zie wel een uh, kandidaat Gids uh, aan <laughs> tafel zitten. Misschien, uh, ja, zien, misschien moeten we nog eens even uh, praten straks, als de microfoon yeah, uit is. Yeah, yeah. um, ik hou mijn mond ver. <laughs> We lopen dan, uh, je, je loopt dan vanaf. Uh, dat is eigenlijk de, de basis van de. Het Want die oude toren is dat. Uh, die ruïne? Dat, dat was de is de ruïne, ja. Is ja die dat uh, je uh, bij Marienavenstaat. Staat er staat ja. er nog steeds die toren? Dat Zeker, er. die staat er nog steeds. En in 1573 hebben de Leidenaren die toren uh, ja, verwoest. Hè? Uh, vanwege de Spanjaarden, anders konden de Spanjaarden daar uh, verstoppen. Dus in de tijd van Jan Steen was het eigenlijk al een ruïne. En nou ja, zijn schoonvader heeft die in ieder geval vast, uh, vastgelegd op, uh, op schilderdoek. Ja. En als je dus doorgaat. Daar moeten we het er... nog wel even over hebben, natuurlijk. Hè? Dat hij vanuit Leiden dat die, dat, dat ding uh, in de fik gestoken is. Ja, um, zullen we dat zo meteen naar de uitzending? <laughs> kunnen we straks even doen. Okay, ja. De herstel <laughs> hey, maar, uh, Volgens mij was er niet alleen maar uh, glazer. volgens mij was het ook hartstikke gezellig in Warbond. Want uh, volgens mij uh, was er een rederijkersgroep. Dat is een groep mensen die li van literatuur houdt, toneelstukken doen. Zeker. Heeft u er ook iets van geschilderd? Er is uh, één schilderij, de rederrijkers. De rederijkersgroep heet Het Rode de Ja. En wij hebben inmiddels in, als een van onze uh, plannen wel staan, dat we ook denken dat het leuk is om een vergelijkbaar gezelschap uh, nieuw leven in te blazen. Dus leuk. We hebben inmiddels het Rode de ook uh, benoemd. En uh, daar, gaan we, daar gaan we zeker mee aan de, aan de gang. En uh, Daarnaast is er inmiddels is er, uh, uh, Jan Steenbier, wat er door een lokale brouwerij ge gemaakt wordt, heel dat als die tijd werd en, natuurlijk. Uh, bier werd veel gebruikt, uh, ja, een beetje wat Ilja Gort zegt, uh, om je eten weg te spoelen. Omdat het water over het algemeen niet zo goed was. Maar dat werd ook door de rederijkers uh, flink uh, ingenomen. Uh, precies, bier. precies. Ja, ja. Ja, dus misschien dat ze dames veel hebben gezongen ook, dat weet ik niet. Dat zou zo. zomaar kunnen. Ja. <laughs> gezongen en gedicht, ja. <laughs> ja. Dus uh, aan het plaatselijke café, aan het wapen, het wapen van Marmot, daar hangt ook dat schilderij van die rederijkers. Dus in die wandeling kom je ook langs dat café en dan hangt daar dat schilderijtje. Misschien, kun je het laten het, zien? Het, ik neem aan het niet het echte. Maar nee, het zijn afbeelden. allemaal reproducties. Die, <laughs> ja, ja, ja. Er hangen een stuk, een stuk of acht reproducties in het dorp. Oh, leuk. Ja. Dat zijn uh, uh, de echte schilderijen, maar dan uh, op een uh, aluminium plaat. En daar, de wandeling voert dus langs die reproducties. Ja, ja. ja. daar heb je voor de, de reden. Voor de kijkers thuis uh, laten we ook even wat ja. uh, we, ja, zien. Dit zijn de reedrijkers. Ja, er is ook nog een variant van deze, begreep ik. Die, uh, waarvan het origineel niet meer bewaard is. Maar wel Precies. Een, Precies. Uh, ja. een, een, een 19 eeuwse kopie. Waarvan we zeker weten dat die in Warmont komt. Uh, uh, ja, want komt. Dat, daar staat iets op. Van, van, ja? van wat was in, liefde in liefde verwarmd staat daar. Verwarmd. Een hmm, woordspeling. Thee. met een thee. <laughs> ja, ja, echt ja, ja. Maar. Ja, ja. maar dat was de redelijkse motto. ook. Ja. ja, precies. Ja, want um, uh, jullie hebben natuurlijk wel een paar uh, uh, kroegen in Warmond. Waar je volgens mij die uh, verderatie in kunnen zijn. In, in het verleden was het inderdaad al dat, uh, dat de mensen uit leiden uh, vaak voor uh, wat uh, rust, maar ook uh, voor, de, voor de kroegen naar. Uh, naar de lokale dorpen gingen en uh, waaronder Warmont. Uh, ja, zo hebben we ook wel uh, heel wat horeca in Warmont uh, uh, waar je kan bezoeken. En, uh, ja, en, en, en volgens mij in de route kom je ook een schilderij tegen van een stel behoorlijk feestende mensen uh, bij zo'n uh, ja, expaties. een soort, uh, soort bruiloft. Dat is bij het pleintje, uh, ja. het pleintje bij, de, bij de pomp. Daar hangt inderdaad een soort een schilderij van. Uh, heb je die ook? Nee, dat is niet deze. het. Vrolijk gezelschap heet dat, uh, dat ja. schilderij. Ja, en. Uh, daar, daar zie je dus een soort, uh, soort bruiloft waar je in een hoekje dan ook altijd Jan Steen uh, zelf ziet staan. Maar die schilderde uh, zichzelf er even bij. Uh, hij uh, de, hij is, uh, het is een beetje de selfie-schilder. Hè? Hij, uh, selfies avant la lettre uh, mm -hmm. deed hij. Ja, dus je kunt ook, bij, ook op ja. de schilderijen van Jan Steen bijna altijd uh, hemzelf zien. Dit is die bruiloft. Uh, ja, een vrolijke boel. Hey, en dan nou, ja. nou hoor ik wel heel vaak dat. Uh, wij denken dan oh het ziet er wel vrolijk uit. Maar dat het ook vol zit met allemaal uh, knipoogjes en symbolen, dingen. Er staat er, weet ik veel er ligt een tonnetje. Maar dat betekent dan ook eigenlijk iets. Ja, right? zeker. Er zitten heel veel kleine verhaaltjes in, uh, in de schilderijen van, uh, van Jan Steen. En uh, ja, zo, zo hier bijvoorbeeld ook. Uh, eh, je ziet daar in het midden een, uh, een mooie vrouw. Uh, maar dan kijkt wat sluiks uh, een man met een, uh, uh, met een kooi op zijn hoofd. Ja. En dat heeft dan wel. Ja symbool van een beetje de ondeugd. Van, uh, hè, uh, ja. Uh, die, die kooi die je hebt getekend. Hij heeft <laughs> zo zijn plannen. Ja, hij heeft zo zijn plannen daarmee. En iedereen begrijpt dat. Uh, ja de, de ton zelf. Uh, heeft ook als uh, symboliek. Dat eigenlijk. Uh, wat, wat, wat daarvoor staat. Is dat uh, ja, de domme mensen. Die leven uh, vol genoegte. Vol uh, drank. Vol uh, leven. En ja. Dat is, dat is eigenlijk geen goede, uh, geen goede houding. He, dus uh, vrome mensen die zijn stil, rustig. En dat, was, uh, ja, dat, dat symboliseert zo'n ton. Ja, dus de schilderijen zien er heel vrolijk uit, maar ze is zijn ook wel een beetje met een opgestoken vingertje van... Ja, ja, dit moet er, je dus niet doen. Op dat, op dat schilderij van die uh, rederijkers die je net ziet zien... Daar zie je ja. ook zo'n man met zo'n vingertje. Die, uh, <laughs> die staat er ook echt op. Kijk maar. Ja. Ja. Maar het aangeval ja. van die verborgen betekenissen... Uh, vaak herken je ze niet meer omdat wij in een andere tijd leven... en die betekenissen niet meer kennen. Op dit moment is in het Sieboldhuis de tentoonstelling... Verborgen Betekenissen. En dat gaat het over Japanse etsen... Waar eigenlijk precies hetzelfde gebeurt: allerlei symbolen uh, en figuurtjes en, en ja, andere uh, uitingen die we soms moeilijk kunnen duiden, maar die in die tijd heel goed begrepen werden. Ja, Kijk, hij schilderde natuurlijk wel om gewoon in zijn onderhoud te voorzien. Nou, weet ik, het is natuurlijk de Gouden Eeuw voor de Nederlandse schilderkunst, dus die was op zich populair, maar um, je moet wel van iemand opdrachten krijgen. Zijn er ook uh, opdrachten voor schilderijen vanuit Warmond gekomen? Weet je dat? Waren daar überhaupt mensen die genoeg geld hadden voor om dat te betalen? Nou ja, er, de ene is in ieder geval bekend. Je noemde hem net al, de Hoenderhof. Is, die is voor de heer van Warmond. Uh, is toen, uh, dat is eigenlijk een schilderij waar, waar zijn dochtertje werd geschilderd. Dus in het dat midden van het schilderij zie je een meisje, oh, dat dat meisje met die gele jurk. Oh ja. 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 En wat je op het achter door dat, uh, door dat raam ziet, dat kasteel, dat is het... Uh, Kasteel Lokhorst en dat, uh, dat stond uh, in Warmond. Wij hebben daar nu alleen nog de Lokhorst-laan van over. Maar, <laughs> en dit schilderij. En dit schilderij. En ja. wat dus de meeste mensen zeggen die er iets van weten, dat uh, om dit schilderij te maken, dat dat waarschijnlijk de aanleiding is geweest voor Jan Steen om in Warmond te komen wonen. Ja, precies. Dus dat was een grote uh, opdracht. Ja, ja, het ziet er ook best wel groot uit en het is natuurlijk heel gedetailleerd. Ja, en uh, een realistische weergave waarschijnlijk van het uh, van het uh, het kasteel ja. wat er niet meer is. En dan er ook nog weer twee gekke mannetjes overheen. Dat lijkt me nou niet de familie of zo. Dat... Nee, nee, dat is een dat... beetje symbool van rijkdom, hè? Als je dus uh, wat een beetje uh, mensen met een uh, mensen met een beperking uh, tegenwoordig, als je die in deens kunt nemen om voor je te werken, dan is dat een symbool van dat. Uh, van rijkdom dus, dat je, dat je iets goed doet voor de omgeving. Ja, en daarnaast uh, is het ook, uh, het maakt het meisje mooier. Hè? Door, <laughs> ja. door, door, door wat, wat slensige mannen neer te zetten, uh, maak je het meisje wat het centraal staat in het beeld uh, uh, mooier. Dat is ja. wel een beetje een opschepper die uh, meneer Van Warbond, maar we hebben zeker, een mooie schilderij nog ja, gehouden. Ja, ja. Hey, uh, jullie hebben volgens mij uh, plannen om, uh, om te zorgen dat je dit allemaal op een hele mooie manier kan... Uh, we leven, beleven, je hebt natuurlijk al de wandeling. Maar je begon al mee te zeggen dat jij nog andere plannen had. Je hebt ondertussen wel nieuwsgierig gemaakt. Jazeker, we hebben ja, nog meer plannen. En uh, ja, we werken eigenlijk naar een soort van hoogtepunt toe. In uh, 1626 is Jan Steen geboren. Dus dat is uh, bijna 400 jaar geleden. Uh, en we zouden het uh, ja, mooi vinden en daar naartoe te willen werken. Uh, dat, uh, dat Warmond uh, meer in Jan Steendorp wordt, een openluchtmuseum. Uh, waar je Jan Steen kan ervaren, kan proeven, kan voelen. Uh, in de context van, van Warmond. Uh, dat we zijn verhalen kunnen vertellen. Uh, en dat we ja, daar meer, uh, meer beeld van Jan Steen over geven. Dus ook wel cultuurhistorisch. Uh. Maar hoe ga je dat dan doen? Is je concrete plannen? Ja, heel concreet. We hebben een beetje uh, gekeken hoe dat die leiding hier gaat. We zijn bij de Jong Rembrandt studio geweest, op de lange, lange Brug. Die kennen jullie ongetwijfeld. Ja, is leuk. Uh, en de maker van die studio heeft een uh, script gemaakt voor Jan Steen. En een, uh, uh, ons doel is om in Warmont een uh, Jan Steen plek te maken, waar je dus. Uh, in zeven minuten een verhaaltje krijgt, ala de, de Rembrandt-studio. Nou, voor, de, voor de mensen die dat niet kennen, het is een soort, volgens mij hebben ze een soort decor gemaakt in een echt oud huisje. Ja. En daar wordt met projecties, wordt daar dan. Ja. Een soort, het verleden tot leven komt daar. Zo. Ja. Zoiets, zoiets is het. Met name de kleuren uh, wordt daar uh, vanuit de Rembrandt, volgens mij, uh, gezegd. Hoe, die, hoe Rembrandt net zijn kleur werkte. En uh, dat is een multimediaal ja, gebeuren. Uh, in een aantal minuutjes uh, zie je dat uh, voor je voorbij flitsen en dat uh, dat ziet er werkelijk mooi uit. Ja. Ja, ja dus ik je... moet je even corrigeren, want jij ja. zei een, een houten huisje. Het is het officiële en de originele uh, atelier van Jacob van Zwanenburg, de, de leermeester van onder andere Jan Lievens en Rembrandt. Ja. Dus niet zomaar een huisje. Nou, maar ik vind het wel een oud huisje. Ja, het, is, een is oud -huisje. Is, het is absoluut een oud huisje. Ja, en Jan Steen is daar vlakbij geboren, daarnaast, daarnaast? Uh, volgens mij. En dat, uh, Precies. Ja. en dat is op de... Lange, Op de Langebrug, hij is Langebrug. er niet geboren, maar hij heeft er wel gewoond. Het was uh, uh, van zijn vader, het zat in de erfenis. Uh, de, de vader van Jan Steen uh, had de beleggingspanden aan de, aan de Langebrug. En na het overlijden van uh, de vader van Jan Steen heeft hij het uh, geërfd en is daar uh, gaan wonen. En dit is nu uh, de poort van de gekroonde liefdepoort, de ingang ja. van het hofje. Ja. Nou, dus er is, uh, er is heel veel te doen. Maar zo, uh, daar kan je dus naar. Nu in Leiden kan je over Rembrandt een mooie experience zien. En dat uh, hoop je, wensen jullie ook weer voor Warmond te realiseren. Klinkt uh, heel goed. Um, een, uh, ja, ik zit er nog steeds dus aan tafel hier met um, Arjen van Heil en Hans Oudshoorn. We hebben het gehad over Jan Steendorp-Warmond. Jullie hebben mooie plannen. Um, ja, tot slot... Um, wat. Uh, uh, ja, nee, ik, ik wilde zeggen. Wat, is er nog iets, iets wat onder de hoed zit bij jullie? Wat, uh, wat we kunnen verwachten? Wat zijn de eerste stappen die jullie gaan doen? Uh, we zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd. Je kan die wandelingen al doen. Maar wat gaat er komen? Wat is jullie plan? Uh. Nou, wat, er, wat er overigens ook nog te doen is. Er, er is uh, we hebben met het Rondvaartbedrijf. Uh, inmiddels een wandeling vanuit Warmond naar Leiden. Dus je kunt vanuit Warmond naar Leiden varen en daar de Jan Steenwandeling doen en omgekeerd. Mm -hmm. Dus mensen kunnen vanuit Leiden ook met de rondvaartboot naar Warmond... en dan daar de wandeling doen. Dus we, hebben, we zijn, we zijn heel, vanuit de uh, haven heel tijdelijk Leiden. op zoek naar samenwerking daarin. En samenwerking met name met de ondernemers uit Warmond... Hè, ja. om te kijken van ja, hoe zouden we de ondernemers verder erbij kunnen betrekken... Ja. en hebben zij nog verder ideeën om, uh, om uh, daarbij aan te sluiten? En uh, daar zijn we dan ook wel geïnspireerd in uh, Nunen. Uh, daar heb je natuurlijk het uh, van Gogh. Uh, en Huis, daar ja. heet bijvoorbeeld de lokale snackbar heet de Aardopeters. Ja. Ja, ja, precies. <laughs> dat, ja, dat, dat zijn natuurlijk <laughs> leuke verwijzingen als, als we het zo creatief kunnen zijn uh, dat ondernemers dat ook oppakken. Ja. Dat zou een mooie. Dat zou heel mooi uh, zijn. Ja, het, tot, ik. Um, jullie deelden uh, met mij ook nog, en dat zag ik dat hij in die rondleiding zat. Een schilderij. Dat heet Het Oesteretertje. Ja. Um, ik zag dat het gedateerd is in uh, 1558, dus dat zou wel eens in Warmond geschilderd kunnen zijn. Ja, zeker. Um, betekent dat dat we bij jullie binnenkort heerlijke oesters kunnen gaan eten? <laughs> nou, sterker nog, dat oesteretertje hangt op het enige Sterrenrestaurant wat we in Warmond hebben. Ik weet niet of ik, recla of ik reclame mag maken, maar we hebben er maar één, dus dat, uh, dat gaat zeker lukken. Daar kun je absoluut oesters eten. Hè? Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat er in andere uh, horeca-gelegenheden een Jan Steen-menu uh, komt. Daar zijn we over in gesprek. Uh, we hebben inmiddels een uh, lokale kunstschilder die is bezig met workshops uh, van Jan Steen. Zij is ooit afgestudeerd op een schilderij van Jan Steen. Cool. Dus, uh, dus er zijn wel allerlei uh, aanknopingspunten om het uh, een beetje verder te brengen. En ook uh, wat, meer, uh, uh, wat meer bedrijven daarbij te betrekken. Nou, het klinkt alsof het uh, echt kan gaan leven. Uh, we kijken natuurlijk uit naar. Uh, uh, 2026, als het uh, uh, het, uh, het Jan Steenjaar gaat worden bij jullie. Als mensen jullie willen volgen, um, hoe kan dat online op BOSA? Waar zitten jullie? Hoe vinden we jullie? Jansteendorp.nl of uh, Warmond aan de Kaag. Jansteendorp.nl ja, of je googelt gewoon uh, Jan Steen Warmond, dan, uh, dan krijg je ook wel de hits. Ja. Uh, en uh, ja, de boekingen voor de gidswandeling bijvoorbeeld zijn ook allemaal digitaal uh, daar uh, te regelen. Hartstikke goed. Hey, Dank jullie wel voor jullie komst en jullie mooie verhaal. wens jullie heel veel succes met uh, de ontwikkelingen. En hoor uh, het graag uh, wat er uh, van uh, gaat komen allemaal. Nou, graag gedaan. We houden jullie op dankjewel. de hoogte.